Het Automotive Dealer Holding Seminar is mogelijk gemaakt door Autotelex, Maha Nederland, Fleet Select en Centraal Beheer Achmea. Het Kyocera Stadion van ADO Den Haag was de thuisbasis van het 6e Automotive Dealer Holding Seminar. In het Stadion Museum luisterden 75 aanwezigen, waaronder een groot aantal directeuren van dealer holdings, naar verschillende presentaties. WeTransfer lanceerde recentelijk het online B2B handelsplatform WeMarket. Commercieel directeur Gijs van den Broek kwam uitleg geven over deze online handelsplaats waarop bedrijven hun stok kunnen aanbieden. Ook voor automotive partijen kan dit interessant zijn, denkt Van den Broek. Op WeMarket kunnen zowel autodealers als aftermarket bedrijven, zoals bijvoorbeeld een TomTom, actief handelen met distributeurs, retailers, partijhandelaren. En dat kan zijn in nieuwe producten of oude voorraden, zelfs retourgoederen, kunnen op WeMarket verhandeld worden. Van den Broek denkt niet dat WeMarket concurreert met bestaande veilingsites en handelsplaatsen. Nou, een autoveiling is natuurlijk ook een ander type model dan een marktplaats. Bij ons wordt het aangeboden en kan het voor langere tijd in de aanbieding blijven staan. Op echte branchesites zie je vaak dat er een heel select groep aantal kopers en verkopers aanwezig is. Op een marktplaats zoals WeMarket, waar niet alleen de auto-industrie, maar ook fashion, consumer electronics en andere industrieën aanwezig zit, worden ook hele andere buyerstypes aangetrokken. En ik kan me voorstellen dat dus in één keer autohandelaren hele nieuwe handelsrelaties niet alleen binnen Nederland, maar ook internationaal gaat opdoen. Dus vandaar een hele mooie opportunity. Het businessmodel van WeMarket is anders dan van WeTransfer. Schaalgrootte is essentieel. Ons businessmodel is heel erg eenvoudig. $500 per jaar voor onbeperkt handelen. We hebben geen commissies, geen advertentiekosten. Met dat businessmodel willen wij juist heel veel buyers en suppliers aanhaken. En als je op een gegeven moment 1 miljoen plus buyers en suppliers hebt, dan heb je een hele waardevolle, levendige marktplaats. En hebben wij een heel interessant businessmodel. Dus het is relatief laagdrempelig voor zowel hele kleine retailers, dealers, als ook hele grote merken. Het is bijna 10 jaar geleden dat Paul de Vries nieuweautokopen.nl begon, inmiddels onderdeel van marktplaats.nl. De Vries schreef in die 10 jaar honderden columns en blogs, met daarin veel kennis die hij in Amerika opdeed over de online verkoop van auto's en het opvolgen van onder andere leads. De beste artikelen zijn nu gebundeld in het boek Lead the Way op de digitale snelweg. Op het seminar vond de officiële boekpresentatie plaats. De Vries overhandigde het boek aan Aart de Koning. De Koning was jarenlang CEO van Koops Furnace, het bedrijf dat in 2011 een belang nam in nieuweautokopen.nl. Als dank voor het geschonken vertrouwen en de prettige samenwerking ontving de Koning, die inmiddels directeur after sales is bij de Stern Groep, het eerste exemplaar. Na een korte pauze kwam Erik Bruinsma, directeur belastingzaken bij het ministerie van Financiën, tekst en uitleg geven over de Autobrief 2. De Bruin legde op een heldere en boeiende manier uit waarom de Autobrief 2 is geworden zoals hij is. Bruinsma beantwoordde daarna nog soepel een reeks aan vragen. Eén ding lijkt daarbij duidelijk. In de komende jaren moet de marktverstoring eruit en zal er van ad hoc beleid geen sprake zijn. Al kon ook Bruinsma maar garantie geven tot de voordeur. Immers, als dit kabinet valt, kan een nieuw kabinet weer nieuwe belastingwetten voorstellen. De laatste sprekers van de dag waren Michael Cerillo en Robert Wiesman. De twee mannen achter het Amerikaanse dealer playbook. Zij kwamen vertellen dat een dealer vooral niet moet doen wat alle dealers doen. Want dan zal de consument nooit het verschil zien en je behandelen als een van de dealers. Dat is niet handig, legt Cerillo uit. The internet had added much more transparency to the purchase process. We can track consumers in a much more efficient way in what they're interested in and what they're not interested in. But despite knowing all that information about the customer, dealerships are still saying the exact same thing they've always said. Come buy from us. We've been in business for 30 years. We have top trained technicians. Trade in, book a test drive. That's not necessarily the information that consumers are looking for. And as a result, that creates a gap between what consumers want and what they're actually getting from dealerships, and it presents a massive opportunity for dealers to dominate. Probeer te domineren, maar hoe kunnen dealers dat doen? The first step to do is just be look at what everybody else is doing and just do something different. Don't strive to do it better, just do it different. And you do that through, you know, online video and just answering the questions. We're talking 80 to 90% of every transaction, including relationships today, start with a Google search. So that's where you can catch them at that place before they're price oriented. So you can engage with them before they're price oriented and deliver them value and answer their questions. They're going to be more prone to then give you back what you give them what they want. They're more prone to give you what you want.
which is, you know, money, a deal, buy a car. Wiesman, die zelf bekend werd als Your Hyundai Man, heeft wel een tip om succesvol te worden. Just care about the customer sitting in front of you. Genuinely, not faking it, not doing it just to get the money, but genuinely care and be committed to solving their problem with the best solution for them, not for you. Volgens Wiesman moet een dealer al zijn kennis en ervaring inzetten. Hij weet immers meer dan de klant die binnenkomt. Now, when you're selling cars, you're doing it every day. You're the expert, not them. They come in and say, I want to see this car. From the people that I've spoken to around here, especially in this market, the person comes in and says, I want to see this. They take them right to that car. They don't find out what they need the new car for, what their wants and needs are. And you dive into that, then you know that, you know, they don't know that it's definitely the right car for them. I'm the expert. I'm there every day that I want to make sure that maybe they think it is, but it's not, because 80% of the people come in on a car, they leave with something different. Now, I'm not saying a different make or different model, but maybe a model up, a model down, something with leather, something without leather. They thought they needed navigation, but in the end, they really didn't, because it wasn't the best thing for them based off the amount of use that they would do, based off of my questions and qualifying to find out what their true needs are, what the problem is they're trying to solve. Cerilio wil dat de eigenaar of directeur van een dealerbedrijf goed nadenkt waarom ze ooit begonnen zijn. They need to identify or reignite their passion and allow that to transfer to the team that works for them. And in so doing, you create a culture at your store or in your business that people can sense the difference when they come in contact with you. Maar hij heeft vertrouwen in dealers. They're concerned about the success of everyone that works for them and they're willing to take action. Een belangrijk onderdeel van het seminar is de mogelijkheid om in alle rust na te kunnen praten met collega's. De dag eindigde daarom met een borrel en een dinerbuffet. Stof tot napraten was er genoeg. Want of je nu via WeMarket onderdelen gaat kopen of verkopen, of dat je je wil gaan onderscheiden van al je aanwezige collega's door juist iets anders te doen, het is natuurlijk wel prettig als je deze gedachten eerst even kunt toetsen bij je collega's. Daarom bleef het nog lang erg gezellig in het ADO Stadion. Het Automotive Dealer Holding Seminar is mogelijk gemaakt door Autotelex, Maha Nederland, Fleet Select en Centraal Beheer Achmea.